Of geworstlust. Ik ben nog volop aan het folden, dus dat kon ik hem niet aandoen. Ik ga ook nog niet direct beginnen experimenteren met opnames terwijl ik er is en zo. Dat is voor de volgende keer misschien. Ook hier weer CPU. Zeker weten. Ja, oh ja, nu gaat het Nvidia, OBS. Ja, Nvidia, NVENC. Ja, NVENC, ja. Want ik had het in het begin had ik het op CPU staan, omdat ik 10 cores heb en eigenlijk gaat dat best wel goed. Maar ja, nou zeggen ze die in Nvidia, die nieuw daar, die wat is dat, H264 of is dat? Die zou toch een pak. En die ziet er ook mooi uit. Niet op YouTube, maar als ik hem hier zie, is het net of ik het spel zit bijna. Alleen het geluid is niet zo goed. Maar voor de rest, ja. Het geluid is echt nog beter. Zullen we starten? Of moet het neren, nee? En Luc? Ja, ik stop nog niet in, hè. Luc! Ja? Allee! Kom er bijna aan. Momentje. Ja, daar zei Paul zijn vrouw gisteren nog. Zijn vrouw, zijn man. oppassen wat ik zeg. Hola. Ja, oké. Okay. Nou. Dat was een slippertje. Maar dan, anders had ik nog eens een invite sturen, hè. Dat kan nooit geen kwaad. Hè. Oei, Luc, ik hoor bij u een echo. Zeg nog eens iets, Luc. Ik zei, je mag mij altijd nog een invite sturen. Dat heb ik al 2 keer gedaan. Nou ja. 3 ik ook. Keer. Voilà, kijk. Ja, ik kan het dan ook niet laten om dat ook te doen. Volgens jou zegt moet dat doen, hè. Goedenavond. Ah, de Peter. Hey, goedenavond. Ik kan tussentijd nog eens drinken, hè. Hallo. Hoi, Fulkeboy. Hoi. Het is even wennen aan die nieuwe smaak van die Duvel. Dat is een nieuwe, hè. Dat is een hoppen, hè. Ja, die Kashmir. Dat is een rare. Ja, dat heb ik nog niet geproefd, denk ik. Oh, dat is niet slecht, maar het is even wennen. Zoals, ik ben hier nog aan het worstelen om mijn bier hier op te krijgen die in de koelkast nog zit. Ja, ik drink niet als ik alleen ben, hè. Dus, ja. Alleen? En tot wanneer is het nog goed? Ja, tot na de zomer nog, dus. Ja, maar het is gewoon een Jupiler, of? De Jupiler is tot mei, of zo. Ja, deze die ik nou heb is tot, ik dacht tot augustus, maar ik ben niet zeker. En dan heb ik nog wat Maxjoeven staan tot 2021, dus. Maar de rest heb ik allemaal op. Pink Tank al super. Test, 2. Had ik Peter nu uitgenodigd? Ja. Ik heb Peter ook uitgenodigd. Ah, oké, dank je, Cliff. Alsjeblieft. Test. Bonjour, micro. Ik vind dat zo belachelijk. Wat slaat dat op, bonjour, micro? Dat is een kind van 2 jaar die dat zegt, of wat? Ja, doe het dan een keer op internet. Oei. Oei. Bonjour, micro. Dan, als jij dat zegt, dan is het iets... Zeg, Mark, op hoeveel kilobits neemde jij op? Uw opname bitrate? Oh, dat weet ik niet meer uit het hoofd. 6500 of zoiets? Ik weet het niet meer. Doe ik ook met de Renault? Nee, ik moet nog aanpassen. Oh. Bonjour, Omicron. Ik ben even aan het poefelen. Ah, daar is ze. We compleet? Ik denk het wel. Oh nee, René is er weg. Oh jee. Oh jee. Weer een wee. Ja, Fiske, ik vind niet wat jij bedoelt, hoor, van bonjour micro. Ik krijg niks raars. Ik zal een keer opzoeken. Ja, hallo. Hallo. Ja. Hoi. Goedenavond. Hey Peter, gelukt jongen. Ja, even een powernapje gedaan. En ja, maar je hebt geen dingen zijn, geen corona, manneke. Want dan dat gaat door de microfoon, dat weet het toch, hè. Dat zal wel mee, hoor. Hey, ik wil wel niet... Peter, zachtjes praten. Nee, jongen, ik wil niet ziek worden. Renault. Wie heeft dat gekozen? Welke trek rijden wij hier eigenlijk? Ja, dat Watkins was vanmorgen Watkins voorgesteld. Glen. Ja, door Paul, die is niet mede, zeker? Of... Nee, Peter denk ik dat voorgesteld. Ja, dat was lang geleden, Watkins Glen. Dat leek me alweer een keer leuk. René is nog altijd niet op het team. Dat is een van de default tracks in iRacing, hè? Dus die wil ik veel oefenen, Watkins Glen. Ja. Even kijken. Ik snap het. Oh, je Cliff. Ik was hier eerst. Ik zie het. Sorry. Nee. Je kunt ook in hetzelfde team rijden, hè? Ja.
Voilà. Jij hebt een gele vleugel. En de andere een paarse. Wij zijn Team Cliff vandaag. Team Cliff, ja. Team Roze. Okay. Ah, ik ben toch weer iets vergeten, hè? Mijn naam te veranderen. Ah, ja, dat ben ik. Om een latest qualifying merk? Ja, 9 uur 's ochtends, dat is prima. Ja, daar had ik wel terug in gesteld. René is wel groot bij mij. Ja. Voor mij is iedereen groen. Ja, inderdaad, allemaal groen. Lekker veel volk. Ah, ja, dat is wel iemand de settings van deze auto. Alleen Paul is er niet, denk ik. Van wat? Welke auto heb je? Ik zal kijken, geen probleem. Ik heb het al. De Lambo is 4075. Ja, 4075. Die ken ik van buiten. Prima, dank je wel. Jesus Christ, die ken ik van buiten. Hoe een nerd kunnen zijn, man. Weet je hoeveel vlieguren dat ik al op dat ding heb? Vlieguren. Slipuren. Hoeveel slippertjes ik al gedaan heb. Oeh, nog erger. Glijuren. Pauwtje kapauw, wauw. Ja, zoiets. Kijk, waar hadden we hier als track record eigenlijk? Ik zie een 1,46 staan van Cliff, maar... Toen ze kalibreren. 4075. Recht inzetten, jongen. Het is GT3, het is geen kattenpis. 4075 toch, hè? Ja, 4075. 40... Looks like you're clear on the pit exit. Hi Mark, we've got 9. Let's do the business. Denk ik. 3 is 49. Have a look. Oh. Ik heb het deze trek het meeste moeite eigenlijk, als ik eerlijk ben. Oh, echt? Ja. Ik heb een spaar mensen gehoord. Haat-liefde verhoudingen. Nog één keer dan lukt hij wel, een andere keer. Imola, dus, dat ligt mij ook niet zo. Nou, het is toch voor iedereen persoonlijk, denk ik. Oh my god, vreemd ja. Is dat een beter hoor. Don't mention the Red Bull ring, hè? Don't mention the... Oh, hierna de Red Bull ring, dat is goed. Nee, nou ja... Zei iemand Red Bull ring? Ja, ik hoor de Red Bull ring. Ik hoorde, ik verstond het allemaal niet, ja, ik met de lawaai van de wagen. Verstond Red Bull ring. Voor degenen die nog twijfelen, de remmen en de banden zijn koud. Ja. Is niet meer, hoor. Wacht maar redelijk snel, of... Dat is met een dartele Lambo wel, hè. De Ferrari. Ja, dat ben ik. Weet je wat we ook weer moeten aanzetten eigenlijk? Dat je door mensen heen kunt rijden op het moment dat je kwalificeren bent. Dat is altijd handig. Ja? Ja. Is dat dan heb je ook... Ja, ik zet dat standaard aan inderdaad als ik de dan ja. Dan heb je ook geen last van spookrijders en zo, want dat maakt dan niks uit. Wat is mijn nut dan nog in de groep? Ik bedoel, ik ben toch de verkeersdrempel van de groep, hè? Dat is te zeggen, want wie rijdt er voor mij? Mark, natuurlijk. Oh jee. Shots fired. Ja, achter u, hè? Ja, dan... Hou je toch maar in, want hier is een bocht naar rechts. Left side. En toch niet kunnen laten, hè. Ik ben nu toch netjes voorbij gereden, hè. Laat me toch eens in mijn waarde. Waarde, wat is dat? Ja. Kunnen geen prijs op plakken, jong. Dus... Hoezeer altijd moedig met de Porsche hier. Ik weet niet. Goeie kijken. Ik heb dat hier 2 of 3. Dus, noem het ook alweer? Amerikaanse Spa? Ja, welke naam gaan we die ook alweer? Ja. Amerikaanse Spa toch, hè? Ja, ja de omgoeie. Ja, met die hoge bochten. Van Malik. Kunnen we natuurlijk direct ook de echte omgoeie. Ik zal de Gerald eens een keer een tour geven, hè. Voilà.
Gewoon zien dat ik al mijn pijp heb. De leader's just done it. 48.34. V2. Oh, één achter weer. Mooie tijd, Peter. Dank u. En Mark heeft hem al gevloekt. Nee. Car right. Komt niet om. Clear right. Het enige wat ik hoor is clear right. Sector 1 is 3 seconds off the pace. Volgende nieuwe mules. Oké Mark, 5 minutes to go, 5 minutes left. Nee, hij is nog beleefd eigenlijk. Ja, in time draaien we meestal wel. Ah ja, in qualifying. Sector 2 is 1.7, off the pace. Zonde. Hey. You need to watch the track limits. B5. Oh, verdomme. Your brake temperatures are looking good. Wel een David. Invalidated bij mij, ja. Goede Lambo is onderstuurig. Yep. Heel te snel, Mark. Veel te snel. Tom, ik was niet aan het opletten, hè. Te laat geremd. Ja, veel te laat. Oh jee, jongens. Ik zit 1,6 in het groen. 1,6? Ja, 1,6. Oei. Wat een toptijdje dan. Waarvan ik nu 14e weer kwijt ben. Oeh, sorry. Ah, fuck. Ja, fuck it. Ik stop ermee. Next, on time for him, bro. Nee, veel te veel verspild. Ja, maar wacht eens, ik kan nog... Ja, oh, dat is jammer. En we gaan rond de 6th place. Ik heb ook nog geen perfecte ronde. Allemaal een seconde af. Oh, come on. On your right. Hold your line. Clear right. Oh, 18 in het groene, hij is in velden, hoor. Domme. Eerste bocht. Wat
zit er wel meer in. 1,4 in het groen. Steeds invalid. Dat zit er al zeker in. Ja, alleen hij is invalid. Dus. Ik had net bij die eerste bocht de buitenkant een beetje geraakt. Nou, ik heb ook heel veel laten liggen hoor. Die eerste bocht wel goed, dus kan. Ah man, weer 3/10 weg. Ah, zonde. De leader has just done a 145.30. That's your quickest lap. Sector 3 is 2.1 off the face. Back down. Just a ronde in the beginning. Check your flags out. P6. Oh, come on, jong. Heb ik nu één van een beetje fatsoenlijke ronde gereden? Ja. Jezus Christus, klotenspel is dit. Ik kan me nog wel opjagen. Ik ga nog wel naar René kijken. Godverdomme, nee, zit je dat daar wil je niet doen. Oh, nee, je doet het nog slechter dan ik. Ja, precies. Nee, ik kan stoppen jongens, dat is goed zat zo. Ik weet dat er meer in zit, maar... Nou, staat toch lekker eerst. Ja, maar er zit echt meer in, serieus. Het is geen flauwekul. Ja, ik weet het. Ah, oh, zonde. Ah, for fuck's sake! Zal ik lief? Ja, tuurlijk. Ik zat 16e in het groen en mijn tijd was de laatste bocht die invalidated. Ah, dat is... Nee. Dat is echt kloten. Echt zuur, man. Ja, hier, kijk, daar gaat hij weer, hè. Ja, ja, maar ik kan er nog een seconde afrijden hoor, als het moet. Alleen, lukt niet. Nee, er zit meer tijd in. Ja, seconde weet ik niet, maar er zit wel wat in hoor. Kalambo krijgt niet veel meer af. Inspreen. Is gebeurd. 7th position, 15 minutes. You'll need to get op dat voor de bocht. Ja, maar wow, zeg maar met 7, dat zal nog wel lukken zeker. Ja. Dus oh, is inderdaad. Alle luxe hoor, 7. Nee, we zijn allemaal met vrienden onder elkaar, hè. Behalve natuurlijk Whisky, dat is geen kameraad meer. Je moet van de baan rijden. Erik, eerst een bakje naar rechts, hè. Succes, heren. Ja, succes. Succes, heren. Green. Oh ja, het begint weer bewolkt, dat is juist. Oh jee, bewolkt. Moet ik even rekening mee houden dan in de eerste ronde? De eerste 5 minuten denk ik, hè? Ja, aan zich wel. Het is hier glad. Is een beetje, ja, dat is bewolkt. Ah, ik vind dat toch wel leuk hoor, Mark. Dank je. Even wennen, maar ik ben er nou op ingesteld. Wow. En dan gaat hij direct, wordt die baan warm en dan heb je de volle grip. Nou, het gaat de rondetijden niet te goed komen. Heeft iemand die redding gezien? Nee, ik zat er bijna tegenop tegen die redding. Cool. Nee, sorry, ik was zeggen focus om jullie niet te raken. Twee teamgenoten voor me hier. The gap in front is increasing. It's now 0.9. Maar 10 minuten wordt het warmer of zo, hè, Mark? Ja, nee, 5 minuten of zoiets. Dan begint het al. Vijf minuten. En dan na 5 minuten daarna is het de warmste. Oké. Okay. Zoiets is. Het is echt het dan, hè, die crew chief. Maar die heb ik vergeten aan te zetten.
Ho! Dat lijkt of GT4 er wat minder last van heeft van een warmte-koude verschil. Was die Formule C volgens mij nou, dat zo'n groot verschil was eigenlijk waar ik van schrok. Dat haal ik niet bij, Peter. In 44.4. Dat was niet een gat, René. Nou, ik zat nog bijna aan. Ah, nee. Ja. P6 has gone off in turn 2, yellow flag, caution. Focus, keep it smooth. 10 minutes remaining. 10 minutes. The gap behind is now 7.2 seconds. The lead is just done. 144.18. Bijna op.
Air temps rising. It's now 27 Celsius. Kijken nog. Sector 1 is 3.4 seconds off the pace. Sector 2 is 2.6 off the pace. Sector 3 is 2.5 off the pace. The track temperature is increasing. It's now 56 Celsius. The gap behind is now 4.1. Ik zit naast je. Mm-hmm. En hier is geen grip, godverdomme. Dat was meer tot hier op de race, van de eigen. Dat was de nipte. Dat was stijlpunten. Nou, bij mij ging die ook zo. Ik zat even dwars. Seconds. Goed, ik met een ander sturen. Your left front is hot. Mm-hmm. Time was at 150.60. That's your fastest lap today. Kijk dat de baan nou zoveel sneller wordt nou die warmer is.
waar die fucking X zit, hè. Je bent er altijd een wijd, ik ben onderstuur. Hier vooraf dan bocht. Toch. Ligt aan de kleur van die Lambo. Deze valt me mee. Shit. Nou ging ik hier naar buiten. That's 2 minutes left. 2 minutes. Perfecte eerste bocht. Your tire temps are good. Dan haal ik het in de 3 na laatste bocht. Tommer. Maar ja, het heeft niet gelukt, denk ik. Ja, van de eerste bocht in de laatste ronde. Geef een slowdown. Die had je kunnen pikken hoor. Nee. Volgens mij. Waarom niet? Nee, daar is een stukje te lang. Hè? Nee. Ja, maar slowdown. 1 seconde heb je dan, hè? Ah, wel, maar een seconde. Ik had geen seconde van jullie kunnen wegreizen. Wacht met 2, hè? Ja, maar ik denk dat iemand een seconde heeft. Nee, maar ik heb ook een seconde. Daarom. Ja, dus en die gewoon vol. Ja, precies. Ik had het gezien. Je bent trouwens 2, Luc. Hè? Je bent trouwens 2. Kan dat? Omdat wij alle 2 seconden doen. Ah, fucking een seconde. Ja, dan zit je een seconde binnen de tijd. Nee, het is gedaan. Ik had die gezien. Ja. Ik zeg niet, ja, ik heb geen hut, als ik aan de race ben. Ja, 6. Oké, dat is de finish. Dus die heeft ik zelf een seconde uit. Oh, ik ook niet. Ja, dat van die seconde, dat wist ik. Maar ik denk van als je nou... Ja, dus je had die seconde, had je gewoon kunnen pikken, denk ik. Was ja, of gewoon zo laten, en gelijk nu, is eigenlijk... Ja, zo goed, ja. Nou, dat zal geweest eigenlijk, ja. Mooie tijd dan, Peter. 44-1. Zal dank het komen. Nooit aan. Ik ook niet. Allee,
Nee, dat weet ik ook niet. Toch niet met deze auto, niet. Denk ik. Te veel ondersturing met je Lambo. Ferrari, ja. Ferrari, jongens. Ferrari. Ja, ik denk, ik denk dat ik hem eens ga proberen. Luc, waar heb jij de rembalans op staan? 50. Is te hoog. Ja, wel. 57. Als je, nee. dan doet hij het goed, denk ik, hoor. Als je 50 nee. pakt, dan duikt hij te veel naar binnen, gok ik. Ik rit op 54. Ook 54. Mm. En dan met dat wijmer werd 53, 52. Maar ik had niet de indruk dat dat dan beter ging. Dus. Het probleem is bij mij dat ik in de... Oftewel dan te snel een bocht ingaan. En dat ik dan onderstuur krijg. Dus ik moet, denk ik, meer focussen op niks zitten, nog minder op die ingang. Ja. Want daar zit ik nog altijd te snel in, denk ik. Maar, dan... ja, maar met die Lambo gooi ik hem eigenlijk door aan te remmen. Ja. En net op het moment dat je instuurt, nog eventjes, dan hou je nog lichte rem in, ja. waardoor dat die condom gaat. En dan, stuur je, dan geef je gas bij. Ja. En met dat gas bepaal je dan hoe ver dat je instuurt eigenlijk. Maar dan ben je mijn voorwiel te schuiven. Dan schuif ik dan schuif mijn voorwielen al weg. Zo die een trage linkse bocht, hè, die een in 2, daar zat ik regelmatig gewoon, ik hoorde hem gewoon onderstuur naar buiten trekken. Je ziet hem ook gewoon gaan, ja. Dat is niet mijn auto. Ik heb met deze juist wat minder last, moet ik zeggen, dat valt eens mee. Ik kan toch van de recht gaan deze keer. Wat gaan we doen nou? Oh ja, Rode Amerika zie ik. Ja. Ik zal even klikken, yes, foto start. Amerikaanse avond. Klinkt goed, dan is snel drinken. Oh, ik heb dorst. Mm-hmm. Ik heb het er weer warm van gekregen, je mocht het gerust weten. Oh, ik ook, ja. Ik ga ook eens even... Dat was eigenlijk een hele race lang dat je René achter me in achteruit geen spiegel had. Dus. En daarom toe tegen met een bumper. Dus dat was altijd zo wel... Hier, ready. Dat is eigenlijk Paul zijn trek, hè, dit. Ja, pech voor hem. Ja, het kerkje. Ja. Het is weer mis. Mm-hmm. The exit is clear. Stay behind the white line. We've got 9 minutes to get the job done. We've got cold breaks all round. Nooit be careful. Oei. Dat is best lastig, hoor, de eerste keer. Ja, bij mij was daar straks een saaie race. Ja? Het was te traag om de voorste bij te houden en de rap om dak te stemmen. Had ook een saaie race. De stil aan de voorkant, hè? Jullie wilden GT3 doen? Nee, dat is niet waar. René, toch? Ja, ik wilde GT3 doen. Ah, ja, voilà. Cool. Ik heb alleen maar GT3 op staan, maar nog eens moeten opwarmen met LMP2. LMP2 gaat mijn goede reflexen. Ja, ja, had ik ook. Dat was verbazingwekkend. Hij had een keigoede input op GT3. Bandjes zijn nog wat koud, natuurlijk. Oh, nat zal niet maar koud inderdaad. Ja, koud. Enorm koud. Wat krijg ik? Oeh. Ja. Niet naar weg, Erik. Ik weet het. Ik zal even wachten, tot als iedereen voorbij. Maar ik heb natuurlijk qualifying om zeker dat iedereen door elkaar kan die coast aangezet. Ja. Ik vind dat Mark stil is. Ik ben me aan het concentreren, hè. Ah ja, oké. Okay. Die bocht blijft maar gaan. Ja, dat is een hele andere. Leuk, hè. Ja, dat is een leuk screen. Ah ja, ik ga wel een extra hindernis. Oh, ik heb een extra lap, maar je wel deed. Godverdorie, die dubbeltjes. Hè. Ik moet weer even herinneren welke curbstoontje af moet maken en welke niet. Je kunt een extra meer verder doen. Ja, ik trek die auto niet af. Ik geloof als je gewoon, als je doorrijdt, dan trek ik hem niet weg in ieder geval. Het,
minder. Mark. Ik... Dat laat er goed van. Oh, die curbstone moet ik al buigen. Tweede keer. Twee keer dezelfde curbstone. Ah. Wat zijn jullie tijden hier? Wat curieuze tijd? Ik heb nog geen tijd. Ik moet eerst eens op de bank. Ah, damn. Ja, ik mis daar de scoezie. Ik kon jou niet meer ontwijken, ik zat vol in die woord. Nee, van wel een stekker. Zo het doodgaat, gaat niemand nog verder. Inderdaad. Zijn maar op één. Dat zou spectaculair zijn. Mag ik eens nog maar 5 jaar gaan proberen om een Facebook-foto te maken? Oh nee, en dan ga ik van de baan af. Oh, 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 oh. Oh nee, ik telt de tijd nog altijd. Oké, Mark. Zolang dat je in de gast geeft, het normaal geeft hem dan niet van de kut. Dus hij had echt heel veel tijd winst geeft. De leader has just done a 213.57. 10 seconden, joh. Oh, 10 seconden, ja. Ja, ik ben 2 keer van de bocht uit de bocht gevlogen. Oh, hier ook weer. Maar rem toch eens op tijd, Mark. Is dat geen verkeerde tijd hoor, Luc? 2:13 staan we bij. Geen idee. Sector 1 is 1.6 seconds off the pace. Het is te lang geleden. Ik heb maar één keer rechts ergens gereden hier. Right side. Clear right. Het zal geen toptijd worden dan. Doe ik het weer. Oh god. Heb ik vandaag een curbstone? Elke keer pak dezelfde curbstone. Nou, dit was de andere, maar die pakte net ook niet goed uit. Jezus Christ, hè? Wat is dat? Seconds off the pace. Your brake temperatures are fine, mate. Probably nervous, sir. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Car left. Hold your line. Clear left. Oh.
Oh, dat was heel alternatieve bocht. Sector 1 is 2.2 seconds off the base. Dat is niet de weg. Ga maar. Kan dat? Een rechte band is kan. Och, wat zoek je echt achter remmen. Come on, Mike. Sector 2 is 2.8 seconds off the pace. On your right, clear right. Ja, laat maar zijn. Godverdomme! De leader is just done a 211.00. Ah! Ja, laat maar zo. Goed, in de eerste bocht 16e gewonnen. Checkered flag, P8. Even drinken, goed idee. Godverdomme. Ik doe hier gewoon naar. Oh, shit, ik zat in het groen. Nou ja, jammer. Dat was hem. Return to pit. Even kijken. René is dat ook in zand. Jo. Met geen track record. That's the end of the session. 7th position. Ik kwam een seconde eraf. Vrees dat dat... Maar wij zijn in de tweede sector, duidelijk. Nogal, ja. Holy shit. Heb jij al die in een lange bocht volle gas? Op zijn ja, dat kan niet, man. 19 in de eerste sector. Het zit hem in die eerste twee bochten, denk ik. Ja, die eerste bocht had ik net 1/16 gevonden. Nog 16 op blok 16 op die tijd. You've not got much time to sort this out. P7. Ja. Tenminste, als de rest van de sector wel goed. Ja, de rest van de sector was goed. Toch eens even kijken. Holy crap. Groot Amerika was dit, hè? Sorry jongens, even drinken. Ik ben klaar. Iedereen klaar? P7. Okay, get ready. Op 1/10 na onze track record niet, zeg. Hoe wij staan zo kort op elkaar. Ja, kort circuit. Succes, Remmeland. Green. Ach. Shit, verschrikkelijk. Oh. Sorry.
bocht naar rechts. Ik zat met de rembalans te klooien. Kom maar. Van die curve afblijven, van die curve afblijven. Oh, te hard! Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. The front is now 0.8. Nee. Oops, verdomme, daar is die, hè. Binnenkant leeg meer grip, nee. Oh, niet op het gras. Ah, oh, shit. Oh, nee. Ah, oh, fucking shit. Ik ben op de gas. Maar alleen, come on! Maar is dat hier toch al? Tweede keer al dat ik uit de bocht vlieg gewoon. René, René, René. Oh, Luc. Oh, was René. Nee, 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 nee. Ga verder door. Ik ga iets zwarts van me draaien. Door de curb. Ja, ik had hem in de qualifier op te pakken. The gap in front is increased. It's now about 12 seconds. Was jij dat? Sorry, hè? Ja, ja, nee, nee, dat was mijn schuld. De leader has just done a 214.54. We think P6 has gone off in Bill Mitchell Bend. Allee. Nee, ik heb er al met 211. Netjes. Valt geremd, valt geremd. Okay, Mark, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. The track temp's increasing. It's now 44 Celsius.
was hem bijna kwijt. Ja, ik heb het. Even in de raam. Air temperature is increasing. It's now 27 Celsius. To 1.6 seconds. Blote bocht in de pipstream van iemand. Your tires are cold, watch out. We think you might have gone outside of track limits there. Aardig tempo, Cliff. Nee, ook trouwens. Maak ook geen fout, die mannen. Nou. Wat was Koningendag ook alweer? Nee, het was van de bevrijdingsdag. Maar... Ah. Maar de koning hield een toespraak voor het eerst in 75 jaar. Oké. Okay. Dat is boeiend en interessant. Ja. Vertel vooral meer. Het gras. Dat is niet snel, het gras, maar het kan wel. Nou, je levert niks in, zo te zien. Nee, niet veel. Ik sta er echt heel van te kijken. You've just done a 220.26. Track temperature's rising. It's now 56 Celsius. Oh, hier kan ik ook aan concentreren, precies. Ja, ja. Maar er gaat langzaam met zeker weg. Ik kan de tempo niet volgen. Ik kan heel eerlijk zijn, ik ben relatief safe aan het rijden, want dan haal ik toch niet meer in. Pick up in front is now. Ik word je in die een heel lange bocht niet zal laten gaan. Dat gaat ook niet. Oeh. Beter een schat dan maar. Nee. Goeiedag zeg. Even eens betonplaten aan het checken. Nou, dat moet ik eigenlijk niet doen. Hoor. Ik ga me gewoon verlokken om het gevecht aan te gaan. En jij komt achter me dichterbij. Ja, mooi hè. Nou, Cliff. Nou. Oh. Ja, ik ben daar ook al een paar keer door het gras gereden daar waar jij net ging, Cliff. Op bocht dan. Kijk hoe die Lambo er niet afrijden, want die remt op zo vroeg. Attempts are looking good. Zie je? Ik neem veel te weinig snelheid mee. Nou Peter, dan gaan we allebei heel laat rennen. Hoor. Mm-hmm. Pak jij die curve daar maar. Hé, hey, wat ben je aan doen joh? Oh! Ja, ik dacht dat ik voorbij was, sorry, kom maar. Ja, ik klik op mijn dak. Oh. Okay, Mark. Don't think about the lap times. Just hit each and every apex. You've just done a 219.06. That's your fastest lap. Kom er al aan, René. Huh? Wat is er gebeurd? Ja, ik pakte hem per ongeluk. Ik dacht dat hij voorbij was, maar ik denk het net niet. Dus. Oh, hij klapt. Volgens mij zag ik er nog Paul naast. Oké. Yeah.
The battle is on again. Aha. Eén rondje heb je met oog, denk ik. Dat maakt dan niet uit. Oh. Right tires are cold. Shit, mijn eerste te spaat. Ah, curbstone. Nou, die is voor jullie, hè? Ga ik niet meer redden. We think P6 is binnen in turn 14. If we're gonna hold this position. Ah, curbstone, dat is toch verneukratief hier op Rood-Amerika. P6. Olé. Niet leuk. Ja. Verdomme, dat rijdt best goed op het gras, geloof ik, of niet? Ja, je verliest geen tijd in ieder geval. 2 minutes to go, 2 minutes. Come on, come on, come on, come on, come on. Oh, wat ga je doen? Oeh, dat is zonde, Clef, jongen. Ja, dat is zonde. Kom maar uit. Thank you.
Oh, dat is echt. René. Ja, zonde van Cliff, man. Dat is echt. Tja. Was, wel, yeah. was eigenlijk verdiend, jongen. Want je hebt zo lang op kop gereden. Dat is echt. Ja, maar ik denk dat jullie P sneller wel, hoor. Ah, weet ik niet. 11 of 6. Peter ook sowieso niet bij hier. Dat is echt. Ja. Je moet uitkomen van die bochten, dat gaat gewoon niet op die manier. Veel pech met curbs. En ik kwam flying ook nog. Ik had 2.12. 2.11.9 heb jij. Wie, Peter? Nee, jij. Je hebt 2.11.9. Jawel. Nee. Jawel. Nee, is niet waar, want ik heb... Jawel, jawel. Je moet niet van kijken, echt waar. Hier staat fastest lap, 2.12 staat hier. Ah, oh, nee, ja, 2.11.9.7.9. Ja, hetzelfde rond 2.12. Ja, dat kan wel. Ja, 2.12.2 staat dus bij mij, is vast geslapt, maar heeft die laatste ronde waarschijnlijk 2.11.9. Ja, inderdaad, die laatste ronde, last lap, 2.11.9. Ja. Ja, mooi gereden in school. Minder fouten gemaakt dan ik. Zie je, ik heb 2.12.9, dus dat scheelt, ja, gemakkelijk een seconde. Als jullie voor mij zou begonnen zijn, dan zou ik jullie niet tegengehouden hebben. Ja, maar toch, dat laatste rondje op de een of andere manier heb ik iets anders gedaan. Ik ben even aan het denken wat dat dan moet zijn geweest. Want al die andere rondes heb ik niet in de 2.11 gereden. Ja, alhoewel, dat is ook zo heel hoog, 2.12, is eigenlijk 2.12, maar goed. Op streempje misschien. Oké. Te veel fouten, man. Oh. Want maar 2.1 uit... geleverd, dat is vol mee. Oh jee, Laguna Seca. Oeh. Zou ik weer van auto veranderen? Ja, tuurlijk verander ik van auto. Ik doe dat niet, jongens. Ik heb... Never change a winning team, zou ik zeggen. Maar goed. Ik doe dat ja, ook niet meer. Ja, kut het. Ferrari ging wel heel goed. Oh, maar... Laguna Seca in de AMG, come on. Ah, suicide painless. Wacht, ik pak je. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Kan ik ze veranderen dan? Fuck it. Zoveel keuze. Echt. Laguna Seca, dat is of dat gaat heel goed of dat gaat heel erg slecht. Maar er zit niks tussenin. Dat is zo. Dat ervaar ik ook altijd zo. Oh, die ligt maar altijd. Cliff heeft hier met de AMG de track record 1.24.1. Ja, zie je. Ja, voilà. Nou, vandaar, daarom de AMG is een logische keuze. Dan. Die had ik niet zien aankomen. All clear on pit exit, you can push now. All right, Mark, we've got 9 minutes to get a decent lap in. Your brakes are cold, we need to get some heat into them. Voor mij is Laguna Seca al even geleden eigenlijk. Ja. We hebben van de week nog een wedstrijd gereden, GT3. Ik heb die denk ik nog niet in VR gereden. Je kurkentrekker dan, hoi. Ik heb hier GT4 gedaan afgelopen weekend, dat was ook leuk. Dat heb ik ook al, ja. Ja, ik ben mooier als GT3. Clear right. Maar force feedback. Veel meer gevoel in het pedaal, vind ik. Als pedaal. Sorry, mij. Ik heb niks gedaan, joh. Jouwe bandjes. Kruidjes. Rembalans. Je zult het mannen wel zo warm gaan, nee. De desert. We gaan allemaal op een kluitje rijden met de qualifying. Wat dacht je? Car right, play right. Moet je naar achteruit kijken, spiegel, hè? Doe maar.
banden dan nog gaan. Ja, heb ik ook. Oh, mooi groen, hè. Wat ben je hier? Alright. Sorry, maar. Niks gebeurd. Oeh, waar is het beste? Ik leer toch niet wat ze goed zijn aan deze. En Luc, nee. Hoe gaat dat zo naar onder? Met de VR? Kom maar Luc, die van mij is wel goed nog. Dat gaat eigenlijk al goed. Clear right. Je borstkoe is wel diep. De leader is just done at 27.86. Dat denk ik ook al aan. De leader is just done at 125.40 P5. 1,3 seconden. Uit van Cliff. Pas mezelf hier. Sector 1 is 2.2 seconds off the pace. Is 2.3 seconds off the pace. Merci Gerald. Alsjeblieft. Speciaal voor u eraf gegaan. Dat hadden we ook niet moeten doen. Okay, Mark. 5 minutes to go. 5 minutes left. Sixth place. Sector 3 is 2.3 seconds off the pace. Come on. Hoe kan ik hem niet aansluiten? Temperatures look good. Kan een pion op het dak? Pion op je dak. Sector 2 is 2.3 seconds off the pace. Left side tires are cold. Sorry. Goeiedag. Die hairpin hond dat. Oh, Jimmy vraagt. Sorry! Hold your line. Ik probeer die nog te ontwijken. Ah! Clearly. My bad. Ja, nee. Ik kreeg hem niet. Ik wist niet links of rechts, ik ging hem gewoon knallen. Doe me! Sorry.
Ah. Nou, even pauze jongens. Ah, ik doe dat zelf daar mee. Ik maak te veel fouten nu. Maak te veel fouten. Ze dicht bij elkaar jongens, dus 25-4, 25-5, 25-6, 25-7. Oeh. Maar kom aan, Mark. Ik had gezegd dat ik het nog niet 24 had, maar is dat... Are good. Copy that. You have 2 minutes left. 2 minutes. Uh-huh. Van de lijnen te zien zou het zomaar eens kunnen zijn dat Cliff de tijd blijft verweten. Nee, time is invalidated. Nee? Ah, damn. Maar ja, inderdaad, ik had 1.25.1. Ja. Ja, dat dacht ik al. Je zag die eerste bocht die dan niet aan, ik. Het is gewoon de eerste drift en zeg, maar de tweede dan vol op het gas door. Yep. Het is wel goed te doen met die AMG, hè? Om die condom gooien en zo. Yep. Ja, maar als die gaat, gaat die hoor. Ja. Ja, het is een zwaar ding, denk ik. Yep. Godverdomme! Zo kennen we hem weer. Oh man! Laatste bord vlieger volledig uit! Check it flags out. Oh, wat een klote circuit, een klote spel met een klote wagen is, man. Oh. Gaan we nog wat meer op jou gaan naar Peter kijken? Godverdomme, man. Nou liet hij wel. Ah, fuck. In 25-3. Ja, goed. Kan sneller. Maar... Ah! Net de laatste herpin knal ik hem zeg. 14 in het groen. Oh, gefeliciteerd, Cliff. Thanks. Oeh! Ik pers ons net ertussen. Hoezo close? Wie riep daar net? Jesus Christ. Eentje. Een tiende. That's the end of the session. En maar ook als hij in de, naar beneden daar, als dat goed was gegaan, want je zag hem daar even een slipper maken, zeg maar, dan had je hem wel hangen. Ja, Luc is maar goed naar zeker, hè? Ik hou er wel van. Ja, dat is wel een mooi trek. Zoals die Mola. Is een kut trek! maar ik heb geen minuut. Hey jongens, wat veel te stil vandaag, jong. Ja, maar ik probeer me echt te concentreren, maar dat zijn de tricks om je te concentreren vandaag. Kunnen we met wolken? Ja, ja. 7th position. Oké, Mark. Get ready. Wolken in de woestijn. Van mijn lichten aan. Go. Oh!
Sorry. Allee, dat kan toch niet, jongen. dat kan toch niet! Ik voelde inderdaad wel. Ik had een Jack er al, ik had bandjes niet, maar ik had een Jack. Allee, come on. Ja, dat werd ik echt voor mij, maar. Ja, daar ging ik, ik slipte weer helemaal weg. Altijd de eerste twee rondes is bij mij altijd zo'n probleem. Maar je moet u daar niet remmen, je moet gewoon even uw kast lossen daar. Hij gaat daar op de rem, ja, dat je een bok in rijdt. Oeh, kom maar zwijgen, want ik maak hier zelf fouten. Ga weg, Dirk. Trek is te koud, jongens. Amai. Ja. Het is gewoon een AMG. Voor mij. Kom maar, dan ben ik aan. Car right. Clear right. Well done, Mark. Nice move, mate. Passeer maar, lief. Thanks. Ah! Oh. All right, Mark. Ignore that fucker in the mirror. Stick to your line. Nail those exits. Nay! Wow, dat ging maar net goed. Zeg het! Left side tires are cold. Right side. Clear right. Come on, mate, defend your position. On your right. Clear right. Gone. Fuck! Good lap. That's your quickest so far. The track temperature's rising. It's now 35 Celsius. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Oh, dat is frustrerend.
has just done it. 124.85. Air temps increasing, it's now 22 Celsius. Ah, oh, dat is geen Clio, hè? Ah, oh, dat is... The truck temperature is increasing, it's now 42 Celsius. Die Clio kunnen smijten, maar dan deze. Als die gaat, dan gaat die. Ja. Come on, come on, come on. Left. Come on, Mark. Don't panic. We'll get him back. Tire temps are good. Last. The track temp's increasing. It's now 48 Celsius. Ik dik in het groen, René. Ja? Kijk, ik zit dik in het groen. The gap in front is increasing. It's now 1.8. Ah, oh, ik kom nee, 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 oh, ik hoor. Ja, ik ben jou achterna. Oh, 16 in het groen. Ik had gewoon die dik hier in de tijd van een cliff gehad. Dan moeten we opschieten ook nog, anders komt de rest achter. Ja, nou, precies. Gas geven. Godverdomme, man. Shit. Ik kwam net op de curve en dan bleef hij op hangen, hè? Ja. Oh. Daar ga ik, hè. Godverdomme! Hoi, Luc. Ja, kom maar, jongen. Kom maar. Kom maar, jezus. Kom maar, kom maar, kom maar. Locking your front into turn 11. Ah, shit, that day. Come along, Peter. We think P6 has been dead. Dat is een stuk sneller, dat heeft geen zin. Doe maar toch. Ja. Oeh. Dat was feisty op de remmen. Nee, waarom doe ik dat nou ook? Oh, René. 5 minutes remaining, 5 minutes left. Oh. Ik weet dat ik daar niet te ver naar buiten moet, maar ik doe het toch, hè. RP, dan heb ik. Maar ja, het wordt gewoon aangetrokken als een magneet, hè, op diegene die voor je zit. Kijk of ik nog tijd van Cliff kan halen, hoor. Twee keer gespind in deze wedstrijd, echt belachelijk. Als je wilt passeren, Luc, dan goed zijn, jongen. Ja.
Ah. Ah, oh, daar gaat hij weer, hè. Blijf er van die koers. Sonne, je hebt 2 in groen. Zat. Een pauze AMG, zeg nou. Wat zeg je? Kijk, mooi weggetrokken daar, die AMG. Ja. Kapitein, jongen. Ik heb niks meer van. Dat heb ik gedaan. Sorry Peter, sorry. Oh! Oeps! Oh, waar kom jij? Ja, ik moet gewoon laat maar gaan. Ja, ik kan mij niet meer concentreren. Oh, we niet snel daar. Sorry, René, ik had je totaal niet verwacht. Nee, maakt niet uit. In de laatste ronde 3 keer gegaan. Ja, waarom? Concentratie is op, klaar. Ja, maar mij ook. Nee. Och, draait je nog eens een keer om, maar ik had het vandaag niet gedaan. Godverdomme. Natuurlijk. Ah, 16 in het groen. En alle 3 gaan het zijn. Domme. Dat is een moeilijke trek. Ja, kom aan. Er is niks aan ons. Het is goed geweest, jongens. Ja, mooi geweest. Even volhouden, Erik. Anders verliezen ze te veel punten, jongen.
Waar er drie zware parcours, dat weet ik niet. Ja, dat is ja, als waar. Als je ze niet kent, dan zijn er geen makkelijke tracks deze. Zoiets als Red Bull Ring op Monza. Ja. Ik kan het toch niet laten, hè. Ja, die heeft denk ik gewoon geen fouten gemaakt. Nee. We hebben wel een paar spinnetjes gedaan. Ja, zeker, zeker. Een paar, dat is een understatement, denk ik. Ik heb er drie gehad. Ja, ik ook zoiets. Ik heb er drie op één ronde gehad, voor de rest kan ik ze niet meer tellen. Jezus, man. Bij mij ging het goed tot de laatste, voorlaatste ronde. Dan heb ik echt op dingen 25 seconden verspeeld. De rondetijd van Cliff zat erin, maar... Wat had je van tijd? Om... Snelste. Ja? Dat was fantastisch. Wat waren de snelste tijden die jullie hadden? 24-4 en die van Cliff is een 1-24-1, dus moet kijk, kijk. Jezus, man. Ja, en ik heb 16 in het groen. Ja, ik heb maar... uiterlijk 9 gereden, hoor. Ik heb een 24-5. Mooi. Ik heb 25-2, als het goed is, even denken. Ja, 25-2. Ja. Je ziet die eerste, die heeft 1-24-8. Oh, 5-24-5, dus... dat is ook niet waar. Ja, inderdaad. Het is leuk. Ja, dat is ook maar in de ronde geweest, hè. Ja, nou, ja, ik ook, hoor. Ik heb ook niet altijd 24-4 gereden, hoor. Echt niet. Een 7 punten kwijt. God, nog een knet. Ja, ik heb 9 punten gekeken zelfs. Als je en ik denk dat je 7 gewonnen hebt. Punten kwijt. Ja, nee, ik ben 6. Dat zijn niet van mij, denk ik. 6 punten kwijt. Ik heb er 9 gewonnen. Ik ben er van 29.